Heel mensen, welkom weer in een nieuwe video. We zijn er weer op een stukje zoeken. Randy die heeft een nieuw speelgoed, dus we gaan eerst in bij Randy kijken. We zien de man met geld. Ja, hij had geld, hè. Hey, kijk eens hem. Zo beter is die Gerrit. De multi-cruiser. Mooi ding hier, Randy. We gaan even uitgehogelen. Ja, ik had ook al in mijn eerste fonds. Best wel dikke. Weer een hulsje. Kogelhuls, maar best wel een lomp ding. Hij is helemaal vol met zand natuurlijk. Maar hem schoonmaken. Zo. Nou mensen, blij jullie weer kijken. En veel plezier met kijken naar deze video. Ben je niet geabonneerd, abonneer even hier beneden. We zijn er trouwens met z'n drieën. Daar zit dat stipje daar. Hey Jack, ga zwaaien. Daar zit Jack. En even een blauw duimpje. Laat even reactie hier beneden achter. En hey, ik wens jullie veel kijkplezier. Randy die heeft een mooi speelgoed gevonden, zegt hij. Ja, hij staat verder niks op. Wel van de shock. Hij is ouder als de andere. Die vergelijk hem met die grote van mij, want die van mij is voor mij een stuk groter. De broek maar helemaal uit aan. Wat donder. Ik weet niet, hij is kleiner hier van mij. Ja. Ja, mijn beste, ja. Dus maar, een stuk bij jou. Ja, maar dit is geen normaal, hij zegt dat is kopen. Misschien zit er nog hagel in, joh. Ja, maar hij zegt punt 50, kan uit 40 gewoon. Ja, kan ook nog. Ja, dat denk ik eerder. Hij is helemaal hard. Ja. Shotgun shells, kunststof. Vet. Mooi fonds hier. Wat vind je nou van je detector tot nu toe? En ik heb een hoefijzertje. Wie weet brengt dat wat gelukt hebben. Hebben we goed neergelegd dan? Ja, hij ligt bij de auto. Ting het wiel aan. Punt omhoog. Nee, hij ligt wat plat op de grond. Oh, Jack is beet! Ik denk dat hij weer langer bent. Ja, ik denk een lippie. So, Jack heeft nu Garrett, dus ja, dat is de lipfinder nu. Randy was eerst Mr. Lipfinder. Zeg nooit, Randy! Hey. Jongen, ik ging bij het zwembad, ging ik s'nachts zoeken, hè? Heb ik treklipjes uitgegooid. Wat vind ik? Treklipjes, aluminium. Ja, maar je vindt ze op zoveel verschillende tonen, joh. Kijk, niet als je klein is, maar zat je ergens op? Ik zie dan wel een stukje. Wat is er? Een haakje. Een bijteltje lijkt het wel. Zet aan. Weet niet. Is ook altijd huizen. Lekker een Romeins ding of zo. Joh. Een bijteltje of zoiets. Is het niet een pen voor zijn oude kaart? Ja, voor zo'n deur misschien. Ja, klinkie. We hebben goed schoonmaakt bij. Hier zit wel een mooie gravering op. Moet je eens op Facebook op zo'n pagina gaan, dan moet je gewoon vragen. Die gast die weet alles. Oh. Zeg dat hij een muntje hebt. Ja. Nou, hij heeft een borsteltje bij hem. Oh, kom hier met een borsteltje. Mag ik zien? Ziet wel wat op. Een tulpje. Kijk nog. Een betaalmuntje zijn. Nee, is de Tweede Wereldoorlog. 10 cent. 10 cent. Doe maar Jack. Een oude heer, jongen. Oude 10 cent. Zink. Godverdomme. Hier kunnen we. Dat is 10 cent. Zo is hem onder die van mij leggen. Kijk hoe die van mij erop aan geeft. Ik heb nu ook alles aanstaan trouwens. Maar geeft hij bij jou ook het materiaal aan, of niet? Nee, 55 gaf hij aan. Ja, het kan zijn. Ik zie, bij mij focust hij niet mooi. Een oude 10 cent. Een datapje vindt. Ja, dan? Ja, dat is niet zo diep in ieder geval. 5 centimeter. Nou Randy. 10 ja. Ik ben geen lippies meer. Dat scheelt alweer, ja. Kan je een jaartal kan zien? Oh, ik denk Nederland, met tulpen staat er. Wat domme. Voor groot glas zit erbij. Groot glas, ja. Ik denk dat hier datum of staat die andere ziet Nederland op. Nou ja, zie je een muntje weg. Wacht ik dat hier dat is ook wel een veld, ja. Ja, maar ja, dat lijkt me wel meer op een land. Ja.
gelukkige ja. Ja, ook een muntje. We kunnen nog niet heel erg duidelijk zien. Dus nu zie je dat er wat op staat. Volgens Renny stond er 2 cent op. Maar ik zou ze ook hun vragen. De pagina's. Mooi staan Facebook. Zijn al een bijzonder. Een mooi. Niet hè? Nee. Mooi weilandje. Dus, ik hoop dat mijn geluid goed is, want mijn microfoon van de camera is een beetje in zijn kloten. Dus kan wezen dat hij kraakt. Rende hier net ook met dat mooie muntje. Had je al gefilmd? Ja, dat was ik ook met borstelen en zo. Dus ja, mooi. Ik wil nog even een lang af opeten voor de kijkcijfers, zei hij. Zei je? Jack wil nog even een lang af opeten voor de kijkcijfers. Oh Jack, wil je een lang af opeten? 5 euro! Op je mel, gauw! Nou, wij zoeken. Ja, ik heb hier weer een gaatje gegraven. Ik had het signaal hier nou in zitten in dit bultje. Die weer in op de grond. Het is een beetje warm. Het zou zijn dat 30 graden zou worden vandaag. Dus ja. Nou, meekijken. Een ijzeren plaatje. Niet veel dus. Nou, we hebben al een aantal mooie dingen gevonden. Randy die heeft. Net als voor dus ook zo'n deel van een 20 mm shell, want ik heb hem gevraagd op internet of Facebook. Oeh, zijn ze dat 20 mm vlak of 20 mm shell uit het vliegtuig was. En die heeft net ook nog een stukje gevonden en die is focus daar. En dat puntje daar is Jack. Dus ja, we zijn mooi aan het zoeken. Het is echt lekker weer. We gaan straks sowieso nog even naar andere locaties en hier nog even lekker aan het zoeken. Dus hey, blijf. Weer signaal. Gaan we erin koekeloeren. Oeh, wat is een bies. Tondus. Dat is een mooi een. Weer een hulsje. Gewoon weer, hè. Ik vind ik echt de laatste tijd best wel veel kogel en militia en zo. Dus dat is wel tof. Ja, mooi vondstje. Ik heb hier weer een heel hoog signaal. Dus ga even kijken. Dat is een ring van een paardenstel volgens mij. Gaaf. Vol, er zit water in. Water daar dan, dus ik zeg al de water. Nee! Maar een ring van een paardenstel. Ja. Ja, de nieuwe locatie. Een hulsje, Winchester. Dus mooi ding. Ja, mensen, we gaan even zoeken. Dat land en aan de kant. Toestemming gehad. Ja, we hebben toestemming. Vriendelijke vrouw. Hier hebben lekker een ijsje gegeten bij de Vossenboer. In Den Ham. Echt heerlijk. Lekker volle melk. Echt gewoon wil echt. Zien. Nee, ik heb een idee. Echt boerderijijs, dus dat is wel lekker. Dus we kunnen erin vooruit. Dus wij gaan eventjes een landje afzoeken. Met die zilveren ring. Maar dat is geen ring hoor. Hey, Randy had ook zo'n stukje lood net. Hé hey, Randy. Dat lood lijkt wel op dat van jou. Lood. Ja. Tondes, hè? Mooi, nee. Een vlindertje. Heb je er met een schep op gezeten of zo? Nee. Mooi kinderringetje. Een doppie. Nee. Ik heb hier weer een signaal. Een beetje.
oogvondsje. Wat? Een stukje looi. Oh. Zo. Een plaatje. Nou, weet je wat je hebt? Nee. Gras staat er daar, joh. Niet te sexy doen, hè, zonder t-shirt. Onze grave digger. Wel een mooi scheppie, een betonschep. Jack claimt dat hij wat moois heeft gevonden. Ja, we zullen zien. Gouden ring ofzo. Ja, zilver heb je al. Ja, daarom. Zilver een ringetje. Heb je wel de camera? Huh? Ja, die zit ook aan. Ja. Is dat het? Een musketkorrel. Nee. Ja. We zien. Kattenbakkorrel. Nee, dat is gewoon zo'n korrel wat in zo'n bak wordt gegooid. Ja, in zo'n bloembak, ja. Dikke cruiser. Mooi. Kijk hem hoor. Korreltje. Keugel. Het die hem. Oh, twee van je vondst. Mooi hoor. Mooi. Hey? Op naar de volgende. Op naar de volgende. Op naar de volgende. Huts. Jo mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vond je de video leuk, laat even reactie achter. Hier beneden. Wat is mijn vinger? Zij je? Olympia. Olympia. Uit zijn bureau. Weet jullie wat dit is? Wij niet. Een auto. Ja? Nee. Ja, vond je de video leuk, laat even reactie achter hier beneden. Blauw duimpje. Zo wat en welkom. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer hem dan ook hier beneden. En ja, bedankt voor het kijken. Ben niet meer zien naar je detector. En wat vond jij van de eerste keer met ons zoek dan? Ja, mooi. Ja, oké. Okay. Ja, ring hè, zilver ring. Ja, vieze lucky bastard jij. Ja. We hebben helemaal niks. Hey, tot later. Hey.